Um, ja, als we kijken naar Indonesië en de rol van Joko Widodo, dan moeten we kort kijken naar zijn eigen achtergrondverhaal. In Indonesië of in Indonesië speelden sinds de onafhankelijkheid machtige families een belangrijke rol in de politiek, of een belangrijke rol, vaak de enige rol in de politiek. En dus er was heel veel sprake van ja, corruptie, nepotisme, dus dat politieke functies van vader op zoon en worden doorgegeven en binnen families blijven. Nou, Indonesiërs waren dat best wel zat aan het worden. Vooral in combinatie met een niet zo goed presterende economie. Ja, dan heb je daar dus Joko Widodo. Hij, is zelf, hij was zelf een meubelmaker, is opgegroeid tot burgemeester van Jakarta. En daar heeft hij best wel goede, ja, goed beleid gevoerd. Relatief goed beleid. En mensen waren heel tevreden over wat hij voor elkaar kreeg. Het Widodo-model. Dus hij investeerde veel in infrastructuur, voor armenzorg, voor zorg, überhaupt. Noem maar op. Nou, met eenzelfde agenda heeft hij de verkiezingen in 2014 gewonnen van ik ga dezelfde model wat ik in Jakarta heb toegepast, wil ik breed toepassen in Indonesië, heel Indonesië. Dus flink investeren in infrastructuur, sociale zekerheid en, zoals we dat noemen, de seculiere waarden respecteren. Hij moest niks hebben van de groei van het salafisme. En daar heeft hij ook korte metten mee gemaakt, kom ik zo op terug. Nou, als we dan eigenlijk naar zijn hele presidentschap kijken van tien jaar, daar zijn termijn vijf jaar. En je mag max twee jaar een presidentstermijn invullen. Heeft hij eigenlijk een paar grote dingen gedaan. Zodanig zelfs dat hij nu nog steeds enorm populair is. Hij heeft, dacht ik, een populariteitspercentage van rond de 70%. Klopt inderdaad. Het hoogst in de geschiedenis. Maar eerst, hij heeft flinke investeringen gedaan in infrastructuur. Ook hier, als ik een paar cijfers erbij mag pakken. Hij heeft iets van 16 plus grote airports gebouwd. 34 grote havens. 2000 kilometer aan snelwegen. De eerste high speed, de hoge snelheidslijn tussen Jakarta en Bandong. Uh, meerdere spoorlijnen, wegen aangelegd, noem het maar op. En hij heeft dat niet alleen gedaan in Java, maar landsbreed. Dus met het idee: ik zorg voor een inclusieve ontwikkeling. En het interessante met infrastructuur is: het is zichtbaar. Dus of sowieso zal er hier en daar sprake zijn van corruptie of ineffectief uitbesteden van gelden, maar het is zichtbaar. Mensen zien het. Die president heeft dat geplaatst. Het maakt succes tastbaar. Het maakt succes inderdaad tastbaar. Het gevolg hiervan is, is dat Indonesië, of al dan niet wel goed is uh, uitbesteed, maar toch economisch is gegroeid, want het land is met elkaar verbonden. En voor een land als Indonesië is dat heel belangrijk, want er zijn, zoals ik al eerder aangaf, 6.000 bewoonde eilanden, gestrekt over 5.000 kilometer qua breedte. En nou, qua hoogte is het 2000 kilometer. Qua, ja, dat ook geeft, een beeld. Ja, dat geeft al een soort beeld in je hoofd van hoe ongelooflijk groot dat land is. Ja, precies. Dus ik heb dat even ook gekeken van hoe, wat moeten we voorstellen? Nou, qua breedte is het Nederland tot aan de grens van Kazachstan-China. En qua hoogte, uh, nou, als het noordelijkste puntje van Indonesië in Amsterdam zou liggen... ...dan zou het zuidelijkste puntje bij het punt van de Laars van Italië zijn. Uh, dus ja, over zulke afstanden praten we. Nou, het tweede wat hij heeft gedaan... Is hij heeft gezorgd voor een basiszorg voor iedereen? Er was eerst ook wel sprake van een basiszorg voor iedereen, maar het was van een heel slechte kwaliteit. En hij heeft de kwaliteit heel sterk opgevoerd en het ook voor elke Indonesië toegankelijk gemaakt. Nou, daar zijn heel veel Indonesiërs ook blij mee. Het derde, hij heeft gezorgd voor directe uitkeringen aan de allerarmsten. Dus je ziet dat onder Widodo's periode de armoede he heel sterk is gedaald, met het idee van de centrale overheid gaat zelf direct ingrijpen. En als laatste zou ik willen zeggen, heeft hij ook wel grote stappen gemaakt op het gebied van binnenlandse veiligheid. Het aantal terroristische aanslagen is flink verminderd. Indonesië had te maken met een groei aan salafisme. Met name op Sumatra. Met name op Sumatra door de groei van madrassas enzovoort. Ja, daar kunnen we een andere keer over hebben. En je had dus ook te maken met salafistische groepen die van Indonesië eigenlijk een islamitische staat wilden maken. Wat moeten niet vergeten, ik dacht rond de 80. Aan 90% ergens tussenin van Indonesië is islamitisch. Dus is islam speelt een belangrijke rol. En Bodo wilde niks te maken hebben met strenge leer van islam. En die heeft ook de FBI, dat is een, salafistische, een grote salafistische groep in Indonesië, verboden. Heeft heel veel van deze leiders opgepakt. Is best wel succesvol geweest in deradicaliseringsprogramma's. Ja, hoe succesvol, uh, ik weet ik zelf niet. Ik ben er zelf geen onderdeel uitgemaakt, maar... Wat ik lees, was hij daar best wel succesvol in. Uh, ja, dat zien Indonesiërs. Daar zijn ze best wel blij mee. En dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat hij zodanig populair is. dat hij een grote stem heeft op de huidige verkiezingen. of de laatste verkiezingen. En uh, dat werd gezegd dat Widodo de kingmaker is. Als Widodo ergens achter staat. of achter een kandidaat staat. dat hij de verkiezingen zal winnen. Want Indonesiërs willen eigenlijk een voortzetting van zijn beleid. Dus eigenlijk moeten de verkiezingen die drie maanden geleden hebben plaatsgevonden. Zien in de schaduw van Widodo's succes. Namelijk na tien jaar Widodo is Indonesië een heel stuk rijker geworden. Inmiddels uh, is het gemiddelde inkomen per capita van de bevolking zo'n 5000 dollar. Wat echt een heel, heel grote groei is geweest van enkele duizenden dollars wat het was in 2014. Daarnaast heeft iedereen toegang tot zorg gekregen. Uh, zijn er zijn directe uitkeringen geweest aan de allerarmsten in Indonesië. Waardoor de armoede behoorlijk is afgenomen. Het is nog steeds vrij fors, moet ik erbij er zeggen. Zo'n 10 procent. Van Indonesië uh, woont nog steeds in absolute armoede. Dus onder de 2 dollar per dag hebben zij aan inkomen. Maar een fors deel van de bevolking is juist die armoede gegroeid. Wat mede te danken is aan het beleid van Widodo. En eigenlijk moet je Indonesië zien als een heel erg uh, beginnende democratie. Die eind jaren 90 eigenlijk voor het eerst is opgericht, gaf je aan. En dat is na decennia lang van dictatuur geweest. En dan is de bekendste dictator natuurlijk Suharto, die vanaf 1968 tot en met 19. 1998 aan de macht was en een heel hard militair regime aanvoer. En voordien was natuurlijk Sukarno aan de macht. En dan hebben we twee grote Stichter machthebbers, van, ja. stichters van Indonesië, ook onafhankelijkheidstrijder, onder meer tegen Nederland, eh, maar daarvoor eigenlijk ook nog wel tegen ja. Japanners. Ja. Mm -hmm. Maar in ieder geval, dan hebben we de twee belangrijkste dictator, uh, dictatoren van uh, Indonesië behandeld, Soeharto en Sukarno. En uh, ze hadden natuurlijk een bepaalde elitestructuur opgebouwd die we terugzien tot de dag van vandaag. En die, die dus er ook in hebben geresulteerd dat Widodo zich daartoe moest verhouden. Hij moest rekening houden met de belangen van de elites van Indonesië. Ja. En dat zorgde dan ook voor dat hij niet helemaal vrij zijn gang kon gaan. En dat hij ook rekening moest houden met hun belangen. En dat hij daardoor ook wel eens eigen kiezers teleur moest stellen, ondanks de bewierokende verhalen van zojuist, die natuurlijk over ja, zijn. Hij was van een meubelmaker tot president. Van meubelmaker ja. tot president. Hij behoorde niet tot een politieke of militaire. Elite, wat uniek was in de geschiedenis van Indonesië. En daarom werd hij in 2014 ook wel de Obama van Indonesië genoemd.